Het is een heel wetenschappelijk boek, een term die misschien sommige mensen kan afschrikken, jeugdtrainers bijvoorbeeld, of in provincialen. Kunnen zij echt dit boek gebruiken? Ja, ze kunnen het absoluut gebruiken en ze hoeven helemaal geen angst te hebben dat het boek te moeilijk zal worden. Het boek is moeilijk, maar je moet het gebruiken als een soort van handboek waarin je moet studeren. Waarin je het als naslagwerk kan gebruiken om af en toe dingen op te zoeken. Te gaan kijken wat de wetenschap zegt, onder andere over snelheidstraining. Maar het is inderdaad wel een wetenschappelijk boek, maar je kunt ook niet zonder. De wetenschap schrijft voor, je hebt nieuwe inzichten. Kijk maar naar Bayern München dit jaar. Ik deed een stage bij Bayern München 6 jaar geleden. En ik herinner me nog dat het de eerste ploeg was die met GPS ging werken, die al hun trainingsstof in kaart ging brengen. En als je hem dan nu ziet voetballen, dan denk ik dat zij perfect erin geslaagd zijn om de wetenschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar het voetbal toe. Nee, het boek is echt een toegankelijk boek. Het is absoluut geen fysiologisch boek, alhoewel dat we fysiologie wel er hebben ingebracht. Waarom? Omdat je ook moet weten waarover het gaat. Het boek begint bijvoorbeeld met de cel. We leggen op een verstaanbare manier uit wat dat de cel is en hoe de cel werkt. Omdat je later in het boek zal moeten weten hoe moet je aeroop trainen, hoe moet je anaeroop trainen. En dat gebeurt net in die cel. Dus als je geen inzicht hebt over hoe de cel werkt, is het heel moeilijk om te praten over aeroope training of anaeroope training. Hetzelfde over spierwerk. We leggen heel op een verstaanbare manier uit hoe de spier werkt. En op die manier kun je dan een stretching gaan toepassen, kun je krachttraining. En dan weet je ook, als ik dit soort krachttraining ga doen, wat is dan de weerslag op de wedstrijd? Gaan mijn spelers dan te vermoeid zijn om aan een training te beginnen? Het is op die basis dat we het boek gemaakt hebben.